Wij doen een hide and seek in Mega City. De laatste persoon die overblijft krijgt 100 euro. Ze krijgen 1 minuut de tijd om te verstoppen. Heel veel succes. Ronde nummer 1 in Mega City hide and seek. Ik durf te vedden, dit gaat mijn allermoeilijkste hide and seek ooit worden. Wij proberen de 500.000 abonnees te halen, dus als jullie niet geabonneerd bent, klik op dat knopje. Want de verstopplekken hier zijn insane. Dus laten we eerst even hier beginnen, bij het begin. Oké, voordat ik dingen mis. Dat gaat namelijk sowieso gebeuren vandaag. Ik weet niet of je hier van die sneaky plekjes hebt, zoals dit hier. Maat! Sorry, maat, sorry! Je moet toch blijven zitten? Je moet ook gewoon blijven zitten, bro! Even denken hoor. Waar zou die nou zitten? Poeh, hé. Ik zou het niet weten. Ja, die plek is wel makkelijk, weet je. Dit zou toch... Oh my. Ik dacht dat ik moet dat checken. Anders dan ga ik er zo meteen helemaal overheen lopen. Hallo. Dat is nummer 1. En... Nummer 2. Hier. Maat, wat doe je? Oké, laat ik maar een eerste wildcard gewoon meteen gaan gebruiken. Want dit zijn de wildcards voor vandaag en ik mag ze maar 1 keer gebruiken. Maar we hebben natuurlijk ook de geheime wildcard. En wat deze doet, zie je later in de video. Ik wil namelijk dat iedereen vanaf nu 15 seconden lang om zich heen tegen een muur gaat hakken. Pas op voor een enemy, als je naast een enemy zit. Maar hak een muur. Nu, voor 15 seconden lang. Zou ik toch mensen moeten... horen. Dankjewel, dat is 1. Ik wil nog 1 iemand kunnen killen, toch? Come on. En stop. Stop maar. Damn it. Dankjewel. Lekker bezig, Epic Tiger. Ik ben met die noobs. Soms heb je daar ook gewoon plekje zitten. Dus dan gaan we zo meteen ook even checken. Maar, let's go. Hey! Hey! Maat, kijk hoeveel enemies hier zitten. Bro! Wat is dit nou weer? Oké, laten we doorgaan naar ronde nummer 2. Ronde nummer 2 gaat van start. En ik had gehoopt dat deze persoon, die ik zojuist gezien heb, van plek ging wisselen. Maar heeft hij niet gedaan. Dus het spijt me bij deze. Maar GG's. Jammer kaasbaas. Kill nummer 1. Kom op, waar zijn alle kills? Ik heb echt de helft nog niet gecheckt, joh. Maar dit gaat echt goed komen. Ik heb er echt een goed gevoel over. Hier is tot nu toe nog niemand. Nou, dit lijkt me ook echt een slechte plek, maar je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Zeg nooit nooit, hè. Hier. You sure dat hier niemand is? Sowieso wel. Sowieso dat hier iemand zit, right? 100%. Hey, sta je lekker onder de douche? Hoi. GG's. Is dat de enige persoon hier? Dat geloof ik niet. Volgens mij was dat hem wel, denk ik. Ik wil even dit allemaal checken. Ja, let's go. Hier. Hier zitten ook sowieso enemies boven. 100%, right? Oh god. Dat valt een klein beetje op. Dankjewel, Lucas Tafeltennis. Jongen, die namen. Dankjewel. Is er nog iemand hier, toevallig? Wel een mooi plekje, by the way, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik zag jou wel. Waar nou? Oh, hier. Ik wou het zeggen, ik zag je net wel, hoor, Leo. Ja. Even wachten, hoor. Dit vertrouw ik namelijk ook niet. Er zit hier sowieso iemand, toch? 100%. Hey! Wow, wat? Wow. ja. Het spijt me. Dankjewel. Oké, ik wil nog 1 iemand kunnen killen. Kom op. Let op. Oeh. 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 Ah. Ja, nee, grapje. Gewoon kill. Ja, het is gewoon, weet je, het is gewoon part of the game, you know. Ik denk dat het tijd is om mijn speciale wildcard in te zetten. Ik denk dat ik dat deze ronde mag gaan doen. Ik ga hem gebruiken. Ik ga hem gewoon gebruiken. Ik mag namelijk bij mijn speciale wildcard... ongeveer 3 keer de Recon Scanner gebruiken. Ik wil hem wel goed gebruiken. Als ik hem maar 3 keer mag gebruiken, dan moet ik het wel goed doen. Wacht, laten we hem slim aanpakken dan. Zo. Ik heb niemand! Ik heb niemand gescand. Oh, jawel. Maat.
Hoe ga ik daar komen? Wat? Oh, was wel een hele goede plek. Eerlijk is eerlijk. Oh, de Paradoes. Ah, wat een mooie, mooie naam. Nee, maar buiten dat, maar één iemand gescand. Dat is wel echt heel slecht, Rick. Laten we hem zo doen. Nee. Nee. Hij bleef daartussen haken. Oké, ik heb er maar één over. Ik mag hem nog maar één keer gebruiken. Er zijn 23 mensen. Oh, waar? Bij dit gebouw vertrouw ik niet. Deze hier. I trust it. Komt-ie. Helemaal niemand. Er is niemand in dit gebouw. Niemand. Bro, waar is iedereen? Hè? Ik heb letterlijk mijn gouden wildcard gebruikt. En ik heb er maar één iemand mee kunnen killen. Bro, dat is echt slecht. Dat is echt heel slecht. Het is ook zo donker, maat. Ik heb gewoon dit ding nodig, hoor. Ik zweer het je. Gaan we. Is hier iemand? Hallo? Hier is niemand. Nee. Hier? Nee, ook niet. Hier? Nee, ook niet. Kom op. Ik weet dat je hier niet heel veel plekken hebt. En daarom wil ik het juist checken. Dat ik het normaal gezien zou vergeten. Oké, hier moeten we de kills pakken. Hier, iemand. Nee. Next. Ik denk dat ik te makkelijk zoek of zo. Ik denk dat ik een veel... Hè? Wacht, laat me daar nog checken dan. Hier heb ik sowieso niet alles gehad. Dat geloof ik niet. Zoals bijvoorbeeld, inderdaad, ik wou net zeggen, dat zijn zoveel plekken die ik nog niet gehad heb hier. Ook niet. Jawel. Dankjewel, Jelly. Ze mochten natuurlijk van plek veranderen, dus daar moet ik echt rekening mee houden. Dat ik niet iets over het hoofd zie, want dat mag echt niet. Hier niet, maar hier ook niet. Jawel, ik wou net zeggen, die moet ik checken. Die moet ik checken, hoe dan ook. In top 20 zitten wij nu. Kom op, ik wil echt nog wel een paar mensen killen hoor. Dit kan echt niet, Rick. Ik ga een nieuwe wildcard inzetten. En dit is een wildcard die je nog nooit hebt gezien in mijn video's. En dat is namelijk dat ik wil dat iedereen nu 15 seconden lang op een rails gaat staan. Dus ga zo snel mogelijk naar een rails toe. En ik tel af. En dan moet je op rails gaan. Nu, snel. Allemaal naar de rails toe. Ik wil dat iedereen op een rails. Ik kill nog niemand. Ik kill nog niemand. Nog niet. Dus ga allemaal op een rails staan. Allemaal. En dat tijd gaat nu in. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wat ben je aan het doen? Kom hier. Ik kan je niet killen. Ik kan je gewoon niet killen. Kom hier. Oh, dankjewel. Oké, jullie mogen terug naar je verstopplek. Of je mag een nieuwe verstopplek zoeken. Maar als ik je nu vind, ga ik je wel killen. Dus dan moet je geluk hebben! Kom hier! Kom hier! Oh, ik heb maar één iemand kunnen vinden nu, hè? Nee, oh, 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 100%. Meer. Hier ben ik niet eens geweest, bro. Ik weet niet eens waar ik wel en niet ben geweest. Dankjewel. En... Oh, je, zie je, er zitten wel mensen, hè? Daar ben ik gewoon langs gelopen net, volgens mij. Dit zijn goede plekjes, hoor, hier, trouwens. Holy damn. Hier iemand? Nee. Jullie hebben zoveel betere plekken dan eerst gewoon. Eerst zaten jullie onder een trap, weet je wel. Nu echt totaal niet meer. Wat hebben we hier? Die hebben we gehad. En deze hebben we gehad. Welke heb ik dan nog niet? Heb ik elk gebouw nu gehad? Ik, I don't know. Oh. Hallo, dankjewel. Romy. Oké, omdat het zo moeilijk is, ga ik nog één keer een Recon scanner gebruiken. Allerlaatste keer deze video. En daar gaan we. In 3, 2, 1... Helemaal niemand. Helemaal niemand. Het was zo ver dat ik niet eens kon zien waar het was. Oh my... Yo, ik zag jou niet eens. Alleen je begon te bewegen volgens mij, of niet? Daardoor hoorde ik jou. Is hier iemand? Of was dat die persoon? Mensen zitten niet op die obvious plek. Ik moet zoveel beter zoeken dan ik normaal moet doen. Dankjewel. Oké, okay, dat is nog één. Nog één. Nog één. Kom op. Nog één iemand. Kom op. Dat moet lukken. Niemand zit daar? Nee. Maar dit heb ik wel al gecheckt. Ah.
Kijk, dat is dus het nadeel. Ik moet dingen dubbel checken. 100% als we mensen mogen verplaatsen. Oké, laten we doorgaan naar de volgende ronde. Want in de laatste verstopronde wordt het gebied kleiner en iedereen moet zich verplaatsen. Je mag alleen nog maar aan het grote gedeelte zitten en niet meer over de rivier. Dus het zou in principe makkelijker moeten zijn voor mij. Maar zeg nooit nooit, want het is alsnog zo pok groot. Waar in de hek is iedereen? Dat was niet slim, André. Dat was niet slim. Ik hoorde je. Ik hoorde je voetstapjes. Dat was niet slim. Daarom moet je op stil blijven zitten. Goeie, ik moet dit nog een keer checken. Nee. Het zijn van die sneaky plekjes, toch? Waarvan je denkt van, nou, daar zit niet iemand. Maar dan juist wel. En hier ook niet, hè? Nee. Wat een goede plek. Goede plek, hoor. Goede plek. Sneaky plekjes misschien. Die ik compleet gemist heb. Nee, ook niet. Oké, okay, there we go. Next. Go, 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 go. Er zijn er dan nog 8 personen over. Maar de vraag is, wie of wie gaat deze hide and seek winnen? Hoop ik. Maar die kans acht ik relatief klein. Zit hier iemand? Dankjewel. Nog maar 7 personen over. Kom maar. Kom maar hoor, jongens. Kom maar naar mij toe, weet je. Kom maar in mijn gun lopen. Zo van, hey, jij ook hier? Hier is niemand tot nu toe. Ik heb voor nu dit gebouw toch wel goed gecheckt, denk ik zelf, hoor. Maar, bro, waarom is dit zo... Dit is zo verrekkers lastig, bro. Jeez. Het zijn gewoon allemaal appartementjes hier. Maat, hoe moeilijk wil je een hide and seek maken, ouwe? Oké, de volgende wildcard is dat ik wil dat iedereen 1 keer een weaken scanner op zichzelf schiet. Gewoon 1 keer naar beneden. Gewoon 1 keer. 1 keer op jezelf schieten. Wat? Hoe kan ik dit dan? Oh mijn god. Oh, dit zijn zulke goede plekken, maat. Oké, nou, ik heb voor de rest ook gewoon niemand gezien ook eigenlijk. Doe nog 1 keer. Nog 1, allerlaatste keer. 1 keer een weaken scanner op jezelf. Ik wil je niet killen, maat. Maar ik weet wie je bent, volgens mij. Ik vermoed dat dit random guy is. Het spijt me zeer. Het spijt me zeer. We zitten in de top 5. Dat betekent dat we doorgaan naar de allerlaatste ronde. In de allerlaatste ronde moeten de laatste 5 spelers mij gaan vinden. En wie me als eerst vindt, wint de game. Ik weet het niet. Ik weet niet waar ik wil zitten. Juist. Nou, jullie mogen me gaan zoeken in 3, 2, 1, go. Wie me als eerste vindt en killt, of gewoon 1 keer pickaxe, je hoeft me niet per se te killen, gewoon 1 keer pickaxe aanraakt, die heeft gewonnen. Wie of wie gaat winnen? Ik hoor echt heel veel mensen om me heen houden, echt extreem veel. Mensen met ziplines, mensen met dit en dat. Maar nog niemand is bij mij. Dus dat scheelt. Kom op. Wie oh wie gaat winnen? Ik vind dat ik een hele mooie spot heb. Eerlijk is eerlijk. Echt een hele mooie. Een popmooie spot. Poeh, hé. Nee! GG's. Oké, ik kill je en dan kan ik zien wie er gewonnen heeft. Gefeliciteerd! DL Party. Nice. Oh, GG's.